Het is ons, ook uit telefonische mededeling van luisteraars, gebleken dat vanmorgen vele ouden van dagen de grootste moeite hebben gehad om zonder ongelukken de leveranciers van levensmiddelen te bereiken die nu door de sneeuw niet meer huis aan huis bezorgen. Vandaar een dringend beroep op de jeugd die vakantie heeft om de oude, alleenstaanden in de eigen omgeving te helpen door voor deze groep de nodige boodschappen te doen tot de toestand van de wegen weer normaal is. Een oproep die ondersteund wordt door een zojuist op de telex verschenen algemeen appel op de jeugd door de Nederlandse jeugdgemeenschap. Vanmorgen, luisteraars, konden wij melden dat de NACO-busdienst in Alkmaar zou trachten de verbinding met Friesland te herstellen. Zoals u weet was gisteravond de afsluitdijk voor alle verkeer gesloten. De NACO deelde ons zojuist mee dat de poging om de verbinding met Friesland te herstellen is geslaagd. De bussen rijden van Alkmaar naar Leeuwarden en terug, niet over de dorpen, maar over de hoofdwegen. En verder rijden onder anderen Schagen-Alkmaar, Alkmaar-Oud-Karspel en Alkmaar-Warmenhuizen. En dan hebben wij op dit moment aan de lijn Bert de Winter in Amsterdam. Hier is dan Amsterdam, luisteraars, waar het allemaal nogal meevalt met die sneeuwtoestand. De tram in de hoofdstad heeft weliswaar met vertraging gelopen, maar de oorzaak hiervan is hoofdzakelijk dat met ingang van 1 januari de nieuwe tarieven zijn ingegaan. Op het stationsplein heerste vanochtend een chaotische toestand, doordat iedereen met de gemeentediensten vervoerd wilde worden. 25 minuten wachten op een bus of tram was heel normaal. De meest drastische maatregel is wel het afsluiten van rijksweg nummer 2, die van Amsterdam naar Utrecht. Zo even vernam ik dat deze belangrijke verkeersader voorlopig nog niet open zal gaan. Bulldozers van de Rijkswaterstaat zullen tot laat in de avond bezig zijn om de metershoge sneeuwlawines op te ruimen. Tot zover Bert de Winter uit Amsterdam en nu Arend Algra uit het hoge noorden uit Leeuwarden. De toestand in de zuidwesthoek van Friesland was vanmorgen nog allerminst rooskleurig. Op sommige punten heeft de sneeuw een hoogte bereikt van meer dan 2 meter. Hier en daar zitten er zelfs enkele auto's onder het sneeuwdek verscholen, zonder dat ze vanaf de weg nog zijn waar te nemen. Verreweg de meeste busdiensten in geheel Zuid-Friesland zijn er reeds sinds enkele dagen uitgevallen. Ook vandaag zal er niet worden gereden. Waar zich al nieuwe mogelijkheden voordoen, blijven de bussen angstvallig achter de sneeuwploeg aanrijden om te voorkomen dat ze raken ingesneeuwd. Verschillende kerkdiensten in de Friese Zuidwesthoek konden gisteren geen doorgang vinden omdat de gemeenteleden het kerkgebouw niet konden bereiken. Alleen de kerkdienst in de Rooms-Katholieke Kapel in het plaatsje Warns kon wel worden gehouden. De pastoor uit Leeuwarden, die de dienst leidde, had daarvoor echter een voettocht van 12 kilometer in dichte sneeuw en barre kou vanaf het station in Kodem moeten afleggen. Een gelukkige omstandigheid is nog dat er zich in het ingesloten gebied tot dusver geen ernstige ziektegevallen hebben voorgedaan, waarvoor directe hulp noodzakelijk zou zijn. Dit was Leeuwarden, terug naar de studio in Hilversum. Dank u zeer, meneer Algra. Wij komen vanavond weer bij u terug om te horen hoe het dan in Friesland gesteld is. Ik bel ergens vanuit de Zuidwesthoek. Uitstekend. Prima, bedankt. Ja. Heel veel lof. En nu, dames en heren, het KNAK-wegen informatiebulletin. Prima. Over het algemeen zijn alle hoofdwegen in Nederland thans redelijk bereikbaar, met uitzondering van de weg Amsterdam-Utrecht, waarvan het gedeelte Loenersloot-Amsterdam nog steeds is geblokkeerd. Prima, bedankt. Ja. De automobilisten worden erop attent gemaakt dat inhaalstroken zeer slecht te bereiden zijn. Het verkeer ondervindt dus grote vertraging, maar alles rijdt in files. Wij verwachten dat de wegentoestand in de loop van de dag zich plaatselijk zal kunnen verslechteren. Tot zover de KNAK Wegeninformatiedienst. Bedankt, ja.